Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma geven wij u adviezen, inzichten en updates over de COVID-19 pandemie die de hele wereld in haar greep houdt, dus ook Suriname. Op dit moment zijn er geen positief bevestigde gevallen van COVID-19 in ons land. En waarom zeg ik dat? Mijn gast die ik nu heb, heeft me net aangegeven dat we niet kunnen praten over een COVID-19 vrij Suriname. Maar we moeten zeggen, geen positief bevestigde gevallen op dit moment. Omdat het kan zijn dat iemand misschien besmet is, maar die persoon is nog niet getest. Dus daar weten we dat niet. En de situatie aan de grenzen, die baart ons nog steeds zorgen. Want het is zo dat de rivieren in Oost, West en Zuid-Suriname, daar via die rivieren probeert men nog steeds illegaal Suriname binnen te komen. En u weet dat dat een gevaar kan betekenen. Dus daarom wordt er vanuit het COVID-19 management team gevraagd dat weet u dat iemand illegaal Suriname binnen is gekomen, meld het. Het is niet dat je die persoon verklikt of zo, maar wij met z'n allen zijn dus verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid en die van de mensen om ons heen. Mijn gast is dus vandaag mevrouw Minouche Bromet. Zij is de waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. En met haar zullen we praten over de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 pandemie. Maar ook moet ik zeggen dat de repatrianten die 2 weken terug zijn aangekomen in Suriname, vandaag een exit screen krijgen. Het zal wel een hoera zijn voor die mensen, want als je terug bent, dan wil je echt lekker in je eigen veilige omgeving zijn. Maar ze hebben zich keurig gedragen, hebben we begrepen. Dus thumbs up voor deze mensen. En ik wens ze allen dus een hele prettige dag toe. Nou, mevrouw Bromet, welkom. Dank u wel. Hoe gaat u persoonlijk om met deze COVID-19 pandemie? Wel persoonlijk, het is practice what you preach. Yes. Dus ben ook ik vaker handen gaan wassen. Mm-hmm. Ben ik gaan letten op het vaker afnemen van het bureau, van de tafels, van de deurknoppen. Hand- en hoesthygiëne, zelfs als je wil kuchen dan. Moet je dus eraan denken. Ja. Maar ook het weerstaan van die gewoonte om naar ons gezicht te gaan, weet je. Mm-hmm. Ook even over je haar strijken, maar je probeert dan niet met je handen in je gezicht te komen. Want dat zou dus de kans op besmetting kunnen vergroten. Maar hoe gaat die om met die thuisgenoten? Die brazen zijn bossies die gewoon, vinden gewoon plaats. In de thuissituatie wel, ja. Ja, toch wat het zo wat zijn als je thuis geen brazen kan. Ja, nee, in de thuissituatie wel. Oké. Maar u zorgt ervoor van, want nu, ik denk, na dit heel ding, deze hele situatie, dat we echt gaan blijven reinigen steeds. Hè? Dat denk ik, ja. Mm. Maar dat is ook de bedoeling. Okay. Want we hebben gemerkt dat we de verscherpte, de maatregelen die we er nu in hebben gepompt in verband met COVID-19, ook hebben gezorgd dat de influenza-piek, dus de grieppiek, niet is doorgekomen zoals je die zou verwachten in januari. Okay. Dus waarschijnlijk waren we voorheen niet zo hygiënisch als we dachten. Okay. Dus als we dus vaker onze handen wassen, dan voorkomen we ook andere ziekten. Ja, ja. En heeft u uw werksituatie ook moeten veranderen? In deze pandemie, ja zeker. Omdat je dus ook op het BOG, is practice what you preach, ook in teams, de teams moest opdelen om te gaan rouleren qua werk. Maar ook afstand houden, de vergaderingen steeds kleiner, veel Zoom-meetings. Dus je gaat een heleboel aanpassingen hebben en ik moet zeggen dat het BOG-personeel top is. Want ze hebben dus het besef en ze werken ook echt mee. En ja, het is een team. Ja. Je moet het samen doen. Oh, mooi, en mooi. Mijn complimenten voor het team van BOG. Geweldig, geweldig. Dat is wel een goed ding, hè? Dat de mensen zich snel lekker hebben aangepast. Hè? En niet gaan morren van, nee, het gaat om je gezondheid. Klopt. Dus deze maatregelen moeten. Maar in mijn inleiding zei ik dus, we mogen niet praten over COVID-19 vrij Suriname. Nee, we hebben op dit moment geen actieve cases en er zijn geen nieuwe positief bevestigde gevallen. Mm-hmm. Waarom je niet COVID-19 vrij zou willen zeggen, of je zou het eigenlijk moeten vermijden, is dat niemand het gevoel moet krijgen dat ze dus dan veilig zijn. Ja. Dat kan een verkeerd gevoel zijn, omdat de dreiging, met name vanuit onze buurlanden, Brazilië, Frans-Guyana en Guyana, heel groot is. Kijk,
In die landen zijn de measurements anders geweest dan in Suriname. Ik begrijp dat mensen zich beknot voelen in hun vrijheden en dat er wat geklaagd is hier en daar. En natuurlijk ook onze economie die een beetje, niet een beetje, heel zwaar geraakt wordt door de maatregelen. Maar je merkt dat de maatregelen hebben ons iets opgeleverd. En de landen om ons heen zouden daar zelfs ook van kunnen leren. En je ziet dat ook, met name Frans-Guyana, ook dat een beetje heeft overgenomen. Omdat we vanaf case one, die hebben we meteen uit de thuissituatie gehaald. En dus geïsoleerd in het ziekenhuis. Dat is in het begin niet gebeurd in Frans-Guyana. In Frans-Guyana werd je positief getest, de eerste 5 gevallen. Maar de mensen die niet ernstig ziek waren en de griepsverschijnselen waren matig, die bleven hun in thuissituatie. En je weet, als je in je thuissituatie bent, heb je een bepaald gevoel van vrijheid. En je gaat misschien toch in contact met je buurvrouw of met een ander familielid dat niet bij jou in huis woont. Dus dan kan je wel verspreiding krijgen van mens op mens. Dus een aantal zaken die we in Suriname hebben gedaan, hebben ons geleid tot dit. En natuurlijk ook de bevolking, na de eerste positieve geteste casus, was de bevolking top alert. Iedereen zijn bijdrage en ook alle ideeën en alle schrijven die gericht werden aan de directeur van Volksgezondheid, aan het BOG, aan het COVID Management Nationaal Team. Alle ideeën, iedereen die meedenkt, meehelpt denken, dat helpt ons ook het beleid, zeg maar, uit te zetten. Maar nu, ik heb het gemerkt, vooral vanuit het bedrijfsleven, wordt de roep groter. Ze geven aan, WHO heeft aangegeven dat Suriname kan versoepelen. We hebben geen positief besmette mensen meer. Dus waarom niet versoepelen? Kijk, ik zal het niet versoepelen noemen. Sorry hoor, Carla. Ik zal het zeggen aanpassen. Aanpassen, want je zal niet helemaal meer kunnen gaan naar de situatie die we ervoor hadden. Begrijpelijk. Ja. Het bedrijfsleven vraagt erom. Maar ook onze overheidskantoren zouden we graag willen opvoeren, de dienstverlening. Alle ministeries werken heel erg actief aan een plan van aanpak en hoe je dat zou kunnen uitzetten. Bijvoorbeeld het eerste wat je zou moeten beginnen op te voeren is weer ons openbaar vervoer. Maar daarover is ook al nagedacht. Het ministerie van OWNT die zit niet. Men bekijkt allerlei mogelijkheden. Moet je van 28 personenbussen nu in zo'n grote bus dan maar 10 vervoeren of 5 of 7. En hoe ga je die compensatie voor die buschauffeur dan zeg maar in orde maken. Zo heeft ook het ministerie van Onderwijs ook een plan van aanpak dat ze willen al stap van starten met de examenklassen. Weet je, dus alle ministeries werken aan een plan van aanpak. Ja. En je hebt dus nu in principe de lockdown tot nog het komend weekend. Maar je kunt niet per direct. Je zal de aanpassingen geleidelijk aan moeten invoeren, zal ik het even zo noemen. Omdat wanneer er dan toch iets, ik zal zeggen, dus aanhaken misgaat, dat je weer een plotselinge piek hebt, dat je ook weer terug kan gaan naar die strakke measurements. En dat moet het publiek wel begrijpen. Dat moeten we met z'n allen begrijpen. Dat het gaat om onze gezondheid, dat je inderdaad kan werken aan aanpassingen. Maar dat het als het nodig is, we weer terug moeten gaan naar die hele strenge maatregelen. Ja, omdat ons gezondheidssysteem het gewoon niet aan kan. Precies. Maar, want we hebben de directeur van Volksgezondheid gisteren gehoord. Die zei in het begin, na dus de eerste positief geteste persoon, de stad leek op een spookstad. Maar nu is het weer druk. Dus geeft dat aan dat de mensen eigenlijk beginnen terug te vallen in hun everyday thing. Ja, dus dat is een verkeerd gevoel van veiligheid. Ja, We hoeven niet helemaal weer die spookstad. Want kijk, je kan wel rijden in de auto, maar je hoeft niet uit te stappen. En als je ergens uitstapt, dan moet het echt strikt noodzakelijk zijn. En als je ergens uitstapt om iets te betalen of iets te kopen, hou die 2 meter afstand. Hou dat in stand. En als je elkaar erop wijst, dan ben je ook veilig. Als je bij de kassa staat en degene die achter jou staat, staat er dichtbij, wijs de persoon er heel vriendelijk op van, weet u, wilt u alsjeblieft 2 meter afstand van mij houden? Let op elkaar. Sociale controle. Net wat u zei, de enige manier
om de mensen die dus illegaal oversteken, de Tekwamboro, vrees komt vanuit Frans-Guyana, vinden op de een of andere manier hun wegen via de roadblocks toch om in Paramaribo te zijn. Maar de meeste mensen die we hebben opgepikt, die zijn in Paramaribo aangetroffen, hebben we kunnen oppikken omdat buren en familie dat hebben aangegeven. Ja. Dus die sociale controle op elkaar moet er zijn. Ja. Let op elkaar. Zeg maar, was je handen? Heb je handreiniger bij je? Heb je sanitizer bij je? Weet je, nee, hoest in de elleboogsplooi of was je handen, hoest in een zakdoekje, gooi weg. Heb het altijd bij je. Laten we op elkaar letten. Ja, niks mis mee, hè? Nee. Want vroeger was die sociale controle er echt, hè? Je weet, in de verschillende buurten. Klopt. Maar de grenzen, hè? Want ik zei het al, het baart ons nog steeds zorgen. Maar mensen vragen zich af, kan de veiligheid daar niet opgevoerd worden? Kan die bewaking niet opgevoerd worden? Ja, dus sinds in het weekend heeft het nationaal team inderdaad de opvoering gedaan. Er zijn 20 controleposten. Je kunt ze niet allemaal bij naam noemen. Ja. Want mensen zijn inventief en dan gaan ze ze ontwijken. Precies. Maar er zijn tussen 20 posten landelijk. En als het nodig is, voeren we die op tot 30, heb ik begrepen, van de Nationale Veiligheidsdienst en het NCCR. Ja. En het kan ook nog verder geopskilled worden. Oh. Okay, dus er wordt echt gewerkt. Ja, als ik het zo hoor, dan merk ik het inderdaad. Maar hoe was de afgelopen periode voor het BOG? Het BOG is de Public Health Authority van Suriname. Ja. Op de een of andere manier, maar het zal ook wel te maken hebben met de afgelopen 2 jaar, sinds het, de pensionering van Dr. Esida, dat het BOG iets minder op de voorgrond was. Maar nu met COVID-19 zijn we dus vol in beeld. Helemaal. Ons hotline-nummer dat al 11 jaar bestaat, 178, is nu hot, hot, hot. Ja, zo hot dat het bijna explodeerde. Mm. Dat we van 3 bemensingen gaan nu naar 10 tot 21 bemensingen op de piek. Wow. Dus en het is all hands on deck. En het BOP kan het wel aan? Tot nu toe wel, want we hebben dus echt harde werkers, de milieuinspecteurs die dus ook deel zijn van een sporthealth team, die dus de ports bewaken. We hebben ook een BOG in Ikeri en ons centraal lab, dat is ons referentielab en ons influenza lab, die gecertificeerd is voor heel het Caribisch gebied. Ja. Dus het BOG is niet, niet nodig. We zijn echt groot. Yeah. En we mogen als Suriname trots zijn op het BOG als onze Public Health Authority. Mm-hmm. We moeten werken naar zelfs verbetering van dit instituut. Precies, precies. Ik blijf het zeggen, soms lijkt het op wat Ogrecha Wamboom. Klopt. Want nu neemt BOG haar plaats in. Absoluut. Oké. Okay. En vaker wordt er ook geroepen van, wordt er getest? Hoe wordt er getest? Hoeveel? Hoe vaak? Ja. Wat is de testprocedure bij het BOG? Oké, we testen elke dag. Elke dag. Soms zijn het tussen de 20 en de 50 mensen, soms zijn het 15 mensen. Het verschilt per dag. Mm-hmm. Wat er gebeurt is dat er wordt ingebeld op het nummer 178. Mm-hmm. De casus wordt besproken met artsen. De artsen die bespreken het met de infectiologen. De infectiologen zitten in een team. En dan gaat de casus bekeken worden. Is hij eligible om geswapt te worden? Mm-hmm. Want de test is niet een bloedtest, is niet een simpele test, maar het is een swaptest. Ja. Waarbij je dus achterin de neusholte wat slijm wordt afgenomen. Oh. Best wel ingrijpend. Dat is niet zo aangenaam. Nee, klopt. En dat moet door een deskundig team ook worden gedaan. En die is er ook. En dan komt de test binnen. En dat kan het Academisch Ziekenhuis, een microbiologisch lab, en het Centraal Lab van het BOG dus in de testmachine doen. De testresultaten zijn pas na 5 uren beschikbaar, dus ook dat is dus de PCR-test. Is ook wel weer wat tijd gaat erin zitten. En op dit moment hebben we al meer dan 400 mensen getest vanaf het begin. Ja. En we willen het eigenlijk juist wel opvoeren om met sneltesten misschien of gewoon opvoeren. En de capaciteit is per vandaag waarschijnlijk een beetje vergroot omdat wij dus een donatie hebben kunnen binnenkrijgen van de RBC. Oké, dat is mooi, want net zou ik zeggen, eerder werd er gesteld, er zijn niet zoveel testen, dus daarom werd er niet zo vaak getest. Maar nu beschikt het BOG over voldoende testen. Nou, we hebben altijd over testen kunnen beschikken. Nog mooier, het Centraal Laboratorium van het BOG was een van de eerste labs die door de PAHO-WHO in de eerste week van februari al getraind was.
in deze methode van testen. Mm-hmm. Dus wij waren eigenlijk altijd al goed in het testen. Mm-hmm. Alleen je zuivert de cases, je filtert de cases die je wilt testen. Mm-hmm. Dat wij niet alle dood iedereen. En je wilt dus je testen niet in één keer verschieten. Okay. Dus dit is niet dat we hebben geransoneerd, maar het is dat je dus aan de casusdefinities hebt gewerkt om dan op die manier de mensen die in aanmerking ervoor kwamen, het kunnen testen. Mm-hmm. Het BOG is up-to-date zonder testen gezeten. Testkits, alles is er. BOG en het academisch ziekenhuis. En het academisch. Dus we zijn echt, wat dat betreft in dit land, vrij goed voorbereid geweest. Oh. Waarop we moeten letten, is dat we niet een grote piek krijgen dat ons zorgsysteem het niet aankan. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan kijken we naar de komende periode. Hoe schat u die in? Moeilijk. Geen besmette personen op dit, positief besmette gevallen meer. Maar hoe schat u de komende periode in? Het liefst zou je het zo willen houden. Mm. Maar de dreigingen, wat je ziet gebeuren in de wereld, is dat er een tweede piek, een derde piek en zelfs... Mm-hmm. Het is allemaal koffiedik kijken, zal ik de directeur van Volksgezondheid naspreken in de persconferentie van gisteren. Mm-hmm. Maar feit is, we moeten alert blijven. We moeten alert blijven. Okay. En op elkaar letten. Juist. En de juiste maatregelen blijven hanteren. Niet in je gezicht gaan, handen wassen, handen reinigen, hoest in een papieren zakdoekje, gooi hem weg, let op elkaar, 2 meter afstand. Als je niet uit hetzelfde huishouden komt, niet op hetzelfde adres woont, houd 2 meter afstand van elkaar. Mm-hmm. Oké. En ga niet uit huis na 8 uur. Klopt. Nou, mag ik u heel hartelijk bedanken. Wilt u de samenleving nog even poweren? In zaken deze maatregelen en alles wat er nu gedaan wordt. Ja, ik wil in elk geval... goed in de camera kijken. Ja, ik wil een big power opgeven aan de regering van Suriname en het COVID management team. Aan de bevolking wil ik zeggen, top gedaan. Laten we het met z'n allen zo houden. Aan het bedrijfsleven wil ik zeggen, laten we samen denken, samen werken. Kijken hoe kunnen we onze economie weer op gang brengen. Het is geen... One ministry show, dus niet alleen het ministerie van Volksgezondheid kan het werk aan, maar we moeten het met z'n allen doen. Alle bijdragen zijn welkom. We zijn in dit together. Together we can and have to fight this. Wow, very well said. Heel hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio en aan u wens ik ook een veilige dag verder. Dank je. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is intussen de 33e aflevering en ik merk dat u echt de afleveringen volgt, dus ook de adviezen die we geven. U heeft het gehoord, together, dus dat we zeggen samen moeten we het doen, let op elkaar en houdt u aan de maatregelen. Tot morgen met een andere aflevering van ATV COVID-19 Update.